1 is geëindigd Tesla. Ja, hoe kan het ook anders? Wat het wel over love brands. Ik bedoel, de auto is misschien niet de mooiste auto, maar het verhaal eromheen. Een digitale oplossing op wielen. Ja, daar moet je eigenlijk niet over praten, jongens. Kosten nog moeite gespaard. Begin op even te applaudisseren, want we hebben een Tesla Model X in de house. Ja, is mooi, hè? Ja, het is met die deuren inderdaad. Ja, kijk, ja. Goed, zo. Gelukkig wel. En dan gaan de deuren open. Ik doe mijn deur open. And you get a car. And you get a... Oh nee, dat zou... Ja, jammer hè. Ja, even kijken wie erin zit. Dames en heren, Vincent Evert. Ja. Hey, Jim. Hallo. Fijn dat je even aankomt rijden. Of nou eigenlijk je wordt gereden. Ja, dit is wel een beetje... Dit is normaal niet wat ik doe. Dit is mijn zelfsturingauto. Ja. En die stuurt altijd zelf. Dus ik heb nu een man hier, omdat hij net niet deze hoek omheen kunt. Maar ja, dit is wel een beetje mijn ding van de toekomst. Zelfsturing. Oké, en waarom is deze auto dan, als het gaat over digitale transformatie, zo belangrijk? Wat is de impact van elektrisch op de wereld? Nou, het aardige is dat digitale transformatie nu niet gaat over administratie en allemaal communicatie, maar echt gewoon dingen gaat veranderen. In dit geval mobiliteit. Dankzij al die sensoren, batterijenkosten, gaan alle auto's eigenlijk elektrisch worden. Over 10 jaar zijn elektrische auto's zo goedkoop, dat gewoon 80% van alle nieuwe auto's zijn. Mm. Omdat elektrische auto's gaan 3 keer zo lang mee, 1 miljoen kilometer, 3 keer zo weinig onderhoud en 3 keer zo goedkoop per kilometer. Dus dat is al eigenlijk al besloten. Ja. Tweede hebben we die zelfsturing. Dat is natuurlijk als je dan het netwerk en de goede informatie hebt en de snelle camera's en de artificial intelligence. Al deze auto's gaan zelf rijden. Deze rijdt nu al 90% van de tijd zelf. He, overal op snelwegen en grote wegen. Maar dat wordt geperfectioneerd. Binnen 5 jaar is zeg maar de techniek ook perfect om in steden helemaal zelf te rijden. Je kunt uitstappen, dat ding parkeert zelfs zichzelf. Zelfs in Amsterdam met die smalle vrachtjes. Amsterdam met bakfietsen, met zwingen. En ik heb het nu al gezien, gisteren reed een Nissan Leaf. Die reed in Japan helemaal autonoom. Komende 5 jaar wordt de techniek geperfectioneerd. En over 10 jaar is het super goedkoop, net zoals een airbag. Wat is dan de gevolgen? Je stapt uit, dat ding parkeert zich en het gaat iemand anders helpen. En we kunnen in plaats van 8 miljoen auto's, hebben we nog maar 2 miljoen auto's nodig. We hebben 4 keer zo weinig auto's nodig. Dus die markt gaat imploderen en we krijgen betere service. Alle parkeerplaatsen gaan uit de stad. 25% van het verkeer op het ogenblik in de stad is zoeken naar een parkeerplaats, gaat ook allemaal weg. Doet die auto gewoon zelf. Ja, 10 keer minder doden op het verkeer. En als je auto's hebt die een beetje rekening met elkaar houden, hebben we 3 keer zoveel ruimte op de weg. Alle files verdwijnen als sneeuw voor de zon. Al die digitale transformatie, die slimme sensoren, dat Internet of Things, de LoRa's die van deze wereld, zorgt ervoor dat mobiliteit compleet anders ingericht wordt. Veel minder banen, veel minder klimaatproblemen en veel betere service. Disruptief, goed nieuws. Maar voor het goede. Maar hoe kan het dan dat het eigenlijk een softwarejongen was? Hè? Want hij kwam van PayPal, Elon Musk. Ja. Hoe kan het dan dat een softwarejongen nu zo'n industrie op schudt? Nou, alles wordt software, Jim. Als jij gewoon niet weet hoe je met software kunt omgaan, dan kun je gewoon helemaal verdwijnen. Alles gaat langzamerhand richting software. Dus iedereen die in deze zaal zit, natuurlijk gewoon, dat zijn de experts. En die zijn al helemaal bezig met deze digitale transformatie. Ja. Je moet alles weten van software. En je moet ook mensen halen van buiten je branche. Als je wilt innoveren, dan moet je niet een autofabrikant hebben, maar dan moet je een softwarejongen hebben van buiten. En dat geldt voor deze wereld ook. Jullie hebben het gehoord. Mensen van buiten, software denken, diversiteit. Diversiteit is overal nodig. Niet alleen maar man, vrouw. Ik maakte er een grapje dat ze de auto meekregen, maar dat kan ik niet waarmaken. Wil jij ze nog iets beloven? Nou, kom gezellig met mij meerijden en voel eens een keer hoe die zelfrijding vindt. Want ik vind dat gewoon hartstikke leuk om te doen. Tot ziens. Kijk, ja, dat is een mooi aanbod van Vincent Evert. Dankjewel.